Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin we opnieuw een gesprek gaan doen, een soort van koppelstherapie tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie, om te kijken wat dat er op dit moment gaande is. Ik ging normaal gisteren al de video doen, maar het was de warmte had mij zo lam gelegd dat ik dan gewoon de tijd genomen heb om te rusten en gewoon in overgave te gaan en andere dingen te doen. Dus vandaag is het ietsje minder warm gelukkig. Of toch minder zo'n vochtige warmte. Ik weet niet of jullie daar ook meer last van hebben. En hopelijk nergens geen schade van het onweer, het hevige onweer. Hier althans was het redelijk heftig. Oké. Okay. Intussen de kaarten aan het... Wat is er te veel? Dit wordt de mannelijke energie, dit wordt de vrouwelijke energie. Misschien wat we hier hebben. Voilà. En we gaan dit zo houden. Dan zien we aan de onderkant communicatie. En blijkbaar is dit een gesprek tussen tweelingvlammen die niet in eenheid zijn. In die zin dat er geen fysieke, dus in de 3D geen communicatie is of heel weinig. En de onderkant, de andere kaart, zegt van onze union-energie. Geeft een nood aan zuivering. En herhaal dus... Dit regelmatig met diepe, trage ademhalingen. En het is het de ho-opono, hoe zeg je dat? Dat is, ik weet niet wie dat uitgevonden heeft, maar dus, ik kan het dus niet uitspreken. Maar dus het zegt, sorry, alsjeblieft vergeef me, ik hou van jou. En ik ben dankbaar voor jou. Dat helpt, helpt jou als je bijvoorbeeld iets gebeurd is in je connectie. En dat het nog lastig is om vanuit die ego-stukken de stap te maken naar onvoorwaardelijke liefde, dan helpt inderdaad de Ho'oponopono-techniek jou wel. En dan nog een kaart voor de connectie. We weten al dat het een connectie is, maar dat er eigenlijk geen tot weinig contact is. En, dat is, en we krijgen de 9 van zwaarden met cruelty. Ik ga het eens tonen. Dat is hoe er dat de energie van de connectie nu zit. En wellicht ook de reden waarom dat er nu geen communicatie is. Omdat vooral, we zien ook Mars, vooral de mannelijke energie in deze connectie, en dan heb ik niet per se over de persoon, maar dus de mannelijke energie in beiden, zich gekwetst en in de steek gelaten voelt. En we krijgen aan de andere kant de 10 van wanten. De 10 van discs, dus van munten, omgekeerd. Met welvaart en daaronder de 1 van munten, dus een nieuwe start. En wat is er eigenlijk gaande? Oh, met de nieuwe maan. Met de nieuwe maan die nu komt, in, ik dacht nu zondag, gaat er dus een nieuwe start zijn in deze connectie. Door, vanuit de mannelijke energie, om een aantal stappen te zetten in het fysieke. Oké. Wat heeft de mannelijke energie te zeggen? Het gaat over, het is eigenlijk een speciaal, dus in de tekst zijn er speciale berichten. En de boodschap zegt van, breid het idee dat je hebt over wat een tweelingvlam is uit. Want het betekent, het zijn van een tweelingvlam of in een tweelingvlam connectie zijn, gaat over veel meer dan enkel maar over de romantiek. Het is een diepe zielsactivatie, zodanig dat je volledig kan healen en jezelf, je energie kan gaan transformeren, zodat je eigenlijk een lichaam wordt van licht en liefde. Vandaar ook hier die paarse kleur, dat heel interessant is om met de vlammen te werken, omdat je dan de violette vlam bijvoorbeeld in deze, of de paarse vlam, maakt niet uit, of de combinatie van paars-violet, helpt om jezelf en je energie eigenlijk te transformeren van alle dingen die je op dit moment niet meer nodig hebt, dingen die je ontgroeid bent. Wat zegt de vrouwelijke energie? En je ziet, de vrouwelijke energie zit eigenlijk ook een stuk veel te veel nu in de mannelijke energie op dit moment. Ze zegt van, ik zit eigenlijk in een conflict over of ik wel voldoende ben
en alles in mij heb om jouw partner te zijn. En dat zal ook een spiegeling zijn met waar dat de mannelijke energie mee bezig is. Want alles wat er in de vrouwelijke energie zit. Dus als jij als persoon jezelf eerder ziet als de vrouwelijke energie, dan in jezelf heb je ook je mannelijke energie. En dat weerspiegelt ook dingen in de mannelijke energie, in de connectie. Dus dat is misschien wel een goeie om eens bestil te staan. Wat zijn de dingen waar je nog over twijfelt? Waar je nog, als je letterlijk in de spiegel kijkt, waar je je zorgen over maakt? Dan krijgen we een 11-kaart rond tijd en intenties. En er staat de volgende solstice of equinox. En dat is 21 september hier in onze contrée. Zal een belangrijke verandering voor ons teweeg brengen. En de rest van de kaarten gaat uitleggen wat. Ik ga dat een mooie kaart eens tonen. En wat zegt de vrouwelijke energie erop? Oh, ze speelt opnieuw ook weer met een 11-kaart. Kijk, 11, 11. Voor sommigen is het misschien 11 april een belangrijke datum. Of hier 11 augustus of 8 november. Wat zegt ze? Laat je niet afleiden om je te onthechten van de bron. Want onze connectie naar de bron is de liefde en healing dat we nodig hebben om uiteindelijk in eenheid en reunion te komen. Dus zij weet ook dat de volgende equinox of solstice, dus eigenlijk 21 september, belangrijk zal zijn. En ik voel ook dat de vorige ook belangrijk was. Dus kijk eens wat er gebeurd is rond 21 juni. Wat is er daar gebeurd? En kijk ook eens wat er vorig jaar rond 21 juni en 21 september gebeurd is. Als je natuurlijk al in contact was. Maar ook zelfs niet, ook gewoon in je persoonlijk leven. Dus kijk eens wat er daar gaande was. Dus je ziet ook hier dat zowel een mannelijke als vrouwelijke energie gericht zijn en gefocust zijn op zichzelf en dus naar binnen gaan. Wat dat heel goed is eigenlijk. Daarop zegt de mannelijke energie, oh, dat is eigenlijk wel heel mooi. Het ligt ondersteboven en toch lijkt dat deze man rechtop staat. Maar eigenlijk is dit de kaart. Zie hoe dat het een illusie is. En dus de boodschap is, gaat over groei. En zie hoe dat ze zich weer spiegelen, want het is ook dezelfde kleur, groen. En hij zegt van, ik voel me onzeker en het duwt me om nog verder te groeien. En dat doet mij denken ook aan de Hanged Man en de Tarot, waarin dat de mannelijke energie echt geduwd wordt op dit moment om dingen op een andere manier te gaan bekijken. Omdat alle dingen dat hij geprobeerd heeft in het verleden en vanuit de mind en het logische natuurlijk niet meer gaan werken. En wat zegt de vrouwelijke energie daarop? Een boodschap van vertrouwen eigenlijk. Want ze zegt, ik weet dat het universum werkt in mysterieuze manieren, maar soms oordeel ik zelf ook nog de situatie in plaats van een volledig over te gaan. Dus de vrouwelijke energie geeft ook toe dat het moeilijk is om volledig in die overgave te gaan, waar dat eigenlijk een Divine Feminine, dus een heel de vrouwelijke versie, geïntegreerde vrouwelijke versie, energie, dat van nature uit doet. Maar natuurlijk, zoals ik zeg, we hebben allemaal die mannelijke en die vrouwelijke energie in ons. En we moeten allemaal die mannelijke en die vrouwelijke energie in onszelf gaan healen. En dus in overgave gaan is voor heel veel mensen een hele lastige. Omdat ze nog altijd dan het gevoel hebben dat ze de volledige controle loslaten. Wat dat ook zo is. Maar het is net op dat punt dat je dan verschuift en dat je dan gaat merken van het is in het volledige loslaten en het volledige overgave hebben. Dat je 100% dus vertrouwen hebt in het universum en van daaruit ook 100% controle krijgt, omdat je vanuit je hogere, dus vanuit je energie, dan die dingen kan aantrekken en sturen wat je voor je hoogste goed wilt en wat je eigenlijk als ziel wil gaan ervaren. En de mannelijke energie reageert met een andere boodschap rond groei en zegt van, ik zoek naar een manier om uit deze situatie te komen zodat ik vrij kan zijn. Dat zal waarschijnlijk ook gaan rond de karmische lessen, naar karmische stukken, situaties, misschien financiële problemen, misschien veranderingen op het werk. Pas het toe voor wat voor jou van toepassing is. Er zijn dus een aantal dingen in het leven van de mannelijke energie die niet gaan zoals dat ze willen. En ze weten dat ze die eerst moeten aanpakken vooraleer dat ze tot bij jou kunnen komen om uiteindelijk in die volledige reunion en uiteindelijk union kunnen gaan stappen. Het is ook mooi dat het ook weer een groene kaart is. Groen is van die healing, is groei. En wat zegt de vrouwelijke energie dan? Van 102. Dat is mooi om te zien. De ene gaat over de mission card, dat ligt ondersteboven. En ze zegt van, ik zie dat je aan het werken bent voor die verandering. Dus onbewust of bewust hangt er wat af van waar je staat. En ze zegt van, ik ben trots op wat je eigenlijk al bereikt hebt.
En ik wil verder werken aan een missie samen met jou. Maar, dus, aangezien dat ondersteboven lag, is er nog niet de tijd. Maar wat zegt ze ook van, we zijn spiegels van elkaar. En ik hoop, en ik wou, of ik wenste, dat je zou kunnen zien dat we elkaar telkens in elk stuk ook aan het spiegel zijn. Dus wat betekent dit ook? Dat de vrouwelijke energie hier in dit deck, diegene die eigenlijk meer de vrouwelijke energie belichaamt, net in dezelfde situatie zit. Dus net, en dat is ook de grootste reden van een separatie en een scheiding en geen contact. Omdat op dat moment contact niet behulpzaam zal zijn voor geen van beiden. En dus wordt eigenlijk vanuit jullie team, dus jullie hebt elk apart een team, maar er is ook een team voor de connectie. Dan worden jullie eigenlijk ervoor zorgd dat je een stuk afstand neemt van elkaar en de tijd en de ruimte krijgt om bezig te zijn met je eigen stuk, met je eigen verdere healing naar die eenheid. En vandaar dat werken met de vlammen ook super krachtig is. Maar dat, zien, dat is een van mijn decks dat ik gecreëerd heb. Je kan die aan jezelf, die wilt voor je ontwikkeling en je groei, dan kan je die ook aanschaffen via een van de linkjes hieronder of via de website. Die zijn niet zo duur. Die worden wel maar geprint op de moment. Dus dat wil zeggen, als je ze bestelt, dat het wel eventjes gaat duren voordat je ze hebt. We gaan geen verspilling creëren, natuurlijk. Wat is hetgeen dat we moeten weten voor de mannelijke energie? Om dichter nog terug naar die eenheid en liefde te komen. Liefde is de enige waarde die telt, want liefde is de enige waarheid van het universum. Dus de mannelijke energie is nog meer aan het leren over wat dat waarde is, over de waardesystemen en hoe dat liefde daar een belangrijke plaats heeft ingenomen in zijn leven. En vooral onvoorwaardelijke liefde, hè, want zowel voorwaardelijke liefde zullen ze wel al genoeg gekend hebben. Wat is nog dat we moeten weten voor de mannelijke energie? De boodschappen op deze orakelkaarten zijn allemaal gechanneld. Met de bedoeling om je dus inderdaad terug dichter bij liefde en licht te brengen. En wat krijgen we nog voor de mannelijke energie? In wezen is iedereen onschuldig, het zijn allemaal lessen. Ja. Hij leert, dat is ook een stuk voor zichzelf, omdat hij weet dat hij in de connectie een aantal dingen verkeerd gedaan heeft. Hij moet zich daarin eigenlijk ook eerst gaan vergeven, vooraleer dat hij volledig en open en vanuit een hele zuivere intentie ook naar jou als vrouwelijke energie gaat kunnen toestappen. Wat moeten we weten voor de vrouwelijke energie? En ik dacht dat er hier een omgedraaid was. Of toch niet? Oké. Die zal ze bedacht hebben. wat moeten we weten voor de vrouwelijke energie? De vrouwelijke energie. Liefde is sterker dan welke verslaving dan ook. Dat is ook zo. En dat is iets wat de vrouwelijke energie eigenlijk als eerste leert. Dat het enige wat zij nodig heeft ten aanzien van haar mannelijke energie eigenlijk haar liefde is. En dat net dat is. Haar onvoorwaardelijke liefde. Maar tegelijkertijd ook het stellen van gezonde grenzen. Dat ervoor zorgt dat de mannelijke energie zich meer kan openen. En ook stukken in zichzelf kan healen. En een hele belangrijke, zeker voor de vrouwelijke energieën. Wanneer het op liefde aankomt, bestaat te laat niet. Inderdaad, want te laat, een tijd, is eigenlijk een concept van het ego. En dus is niet iets wat past bij bij de ziel. Let wel op, soms word je geleid om grenzen te stellen. Ook met betrekking tot tijd. Maar ook daarin moet je heel hard opletten vanuit welke intentie komt dit. De behoefte om die grenzen te stellen. En of dat iets is dat inderdaad je toegeleid wordt door je team of iets voortkomt vanuit je ego. Dus dat is een hele belangrijke om je op te letten. En ook als je daarin wil begeleid worden of ondersteuning krijgen, nodig je uit in de tweelingvlam supportgroep. Daar kan je natuurlijk al dergelijke vragen stellen. Als je twijfelt over iets, dan kan je met andere gelijkgestemden en ikzelf en ook Sarah, die de coachen doen, daar je vraag stellen en dan gaan we je daar mee verder en ondersteunen. En eigenlijk de spiegel zijn voor jou dan, wanneer dat de mannelijke energie er niet is op dat moment. Of toch niet in het fysieke. En ook daarin mag je angsten loslaten, want ik laat boeren en boeren hebben altijd te maken met angsten loslaten. Wat zijn we nog? Dat is eerder voor de connectie, dus voor allebei. Het verleden zegt niets over wie je bent, het maakt je enkel sterker. Ja. En dat is ook een van de vragen die ik over laatst kreeg. Van,
In hoeverre is de realiteit eigenlijk een bewijs of een maatstaf om te weten waar je staat? Eigenlijk nooit. Waarom? Omdat in elk nu dat je aan het creëren bent, is eigenlijk het resultaat van acties en dingen die je gedaan hebt in het verleden. Dus als je daarop vastpint, dan beperk je jezelf eigenlijk in het volledig belichamen van die hogere energie, omdat je, als je gaat gaan kijken van dit is nu mijn realiteit, dan ga je denken van oh, ik sta nog niet ver, want zie, dat is er nog niet, en dat is er nog niet, en dat is er niet, en dat is er nog niet. Terwijl, de energie is altijd een beetje voorop, dus jouw energie nu gaat hoger zijn dan hetgeen wat jouw realiteit weerspiegelt. Waarvoor is het wel belangrijk? Het is belangrijk dat je kijkt naar realiteit, omdat je dan ziet van, dat is niet hetgeen dat ik wil ervaren. Ik wil dit een hogere versie gaan ervaren. En dan is dat ook hetgeen waar je dan gaat gaan op focussen en jouw energie gaat gaan oprichten. En we gaan nog een aantal boodschappen van de universele vlammen. Dit is ook een van de kaarten op de decks die ik gecreëerd heb. En die beschikbaar zijn voor jullie om mee te werken. Wat is het dan moeten weten voor deze connectie? Welke universele vlammen of welke wijsheid van de universele vlammen kunnen we meegeven om hen bij te staan in het proces van bewustwording en zielsgroei? Deze. Via onze relaties leren we onszelf kennen. Ja. En dus dat gaat niet enkel alleen maar om de relatie met je tweelingvlam. Het is één relatie. Laat ons zeggen, de hoogst mogelijke versie, die het meest diepste en de meest zuiverste spiegel is van je ziel. Maar er zijn ook heel veel soulmates die op je pad komen, die je helpen om lessen te leren dat je niet met jouw tweelingvlam kan leren, net omdat ze anders te pijnlijk zouden zijn. Werk samen met de groen-gouden vlam voor je welvaart. Dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld elke maandagochtend als reminder in mijn een telefoon opzetten om de groen-gouden vlam aan te roepen voor mijn week. Zodat ik altijd in elke situatie de welvaart zie. Ook al voel ik het niet altijd in mijn 3D-situatie. Of door systemen van waar dat de oude 3D-wereld mij nog in terugtrekt. Maar het helpt mij om iedere keer weer die commitment, die toewijding te maken naar een hogere versie, naar een hogere wereld, naar een hogere energie. En ook deze keuze. En nog een laatste. Dat is eigenlijk een bevestiging van hetgeen dat ik net gezegd heb. Het is oké om je eigen waarheid te vormen. Want uiteindelijk geef je jouw leven vorm met je eigen gedachten. Dan, welke vlammen kunnen we nog gebruiken? Dus we hebben hier al de groen-gouden vlam gekregen. Welke vlammen? We hadden net ook al de violette vlam, een paars-violette vlam aangesproken. De blauwe vlam, bruine vlam. Hier zachtjes de roze vlam, die voel ik niet zo. Maar dat kan natuurlijk ook. Het kan ook de roze in combinatie met de blauwe zijn. Want de blauwe roze is eigenlijk het symbool van overwaardige liefde. En wat zien we? Aardsengel Raziel met Retreat. En deze kleur. Wacht, hè. Ja, voilà. Zie, dus een beetje een mengelmoes, net zoals ik net gezegd heb, van verschillende kleuren. Dus ook hier, vertrouw op je intuïtie, waar je naartoe geleid wordt. En als je nog dieper met de vlammen wil werken, en als je ook zoiets hebt van, oh, ik wil eigenlijk wel leren wat dat betekent om een spirituele transformatiecoach te zijn, zoals jij, Lindsay, en een healer met de universele vlammen. Vanaf september start ik een opleiding, waarbij je nadien dan ook een certificaat krijgt. Er zijn ook individuele gesprekken, ook twee live Q&A-sessies. Het is een opleiding van 6 maanden, waarin dat je online content krijgt en oefeningen. En ook toegang krijgt tot het programma om te leren werken met de universele vlammen. Want natuurlijk, als je coach, spirituele transformatiecoach bent met specialisatie de universele vlam healer, ja, dan is het belangrijk dat je natuurlijk weet om hoe je ermee kan samenwerken. De andere vlam dat we hadden, dat is Aardsengel Sandalfon met Evolution. Dus als je daartoe geroepen wordt, ik zal een linkje onderaan deze video plaatsen. Zeg van nee, coaching is niks voor mij, maar die vlammen wel. Dan kan je natuurlijk ook het programma afzonderlijk volgen, zoals dat jullie weten. Er zijn ondertussen ook readingen weer beschikbaar. Er zijn transformatiesessies individueel weer beschikbaar. Wat moet ik nog zeggen? De verschillende trajecten zijn aangepast en geüpdate. Waaronder het spiritueel ondernemingstraject is opnieuw een
een jaartraject geworden met een jaar WhatsApp-ondersteuning. Wat trouwens ook WhatsApp-ondersteuning in de coachopleiding is, of course. Want anders heb je geen extra mentor of... als je alles alleen moet doen en alles alleen moet leren, ja, dan zie je ook natuurlijk niet waar je tegen je eigen fouten en je eigen schaduwen aanloopt. En daarom de bedoeling van die coachopleiding is 1. Om mensen op te leiden op de manier zoals dat ik toe geleid word. Daarin ga je heel veel stukken krijgen rond psychologie, want ik ben eigenlijk van opleiding psycholoog. Maar ik ben bewust nooit op die manier gaan werken. Dus ook stukken rond mijn coachen, verschillende coachopleidingen, verschillende healingopleidingen. Maar natuurlijk het belangrijkste is en blijft die universele vlammen en het te gaan doen op een spirituele manier. Dus altijd vanuit de energie. Dus er gaan ook heel veel stukken rond manifestatie aan bod komen. Technieken, oefeningen, wat ik kan toepassen. Zodat je eigenlijk een hele grote rugzak hebt om te gebruiken voor jouw klanten. Plus extra, dus krijg je niet alleen het certificaat na afloop. Maar krijg je ook de kans om vermeld te worden op de platform 690vlammen.be als coach die met de vlammen werkt. En krijg je ook de mogelijkheid om via mij ook eigenlijk klanten naar jou toe gewezen en toegestuurd te worden. Dus eigenlijk als een extra netwerk. Dus als je daar interesse aan hebt en je wilt samen met mij werken en samen deel maken van een groter netwerk die in de toekomst alleen maar groter zou worden, dan zou ik zeggen, check zeker de link uit onderaan de video. Heb je vragen, is er iets niet duidelijk, stuur me gerust een mailtje. En dan neem ik eventjes contact met je op. Dan doen we een kleine videocall, omdat het gemakkelijker is om vragen face-to-face op te beantwoorden. Op te lossen, ik zeg, op te beantwoorden. Hetzelfde. Zo, dat was het voor nu. Ik ga deze video opladen. Ik ga waarschijnlijk nog een video maken rond de energieën die gaande zijn, want ik hoor hier en daar dat er weer heel wat gaande is. Dus we gaan eens kijken wat er ook daar aan de hand is. Voilà, dat was voor deze tweelingvlam video en ik zie je in de volgende.